gaan weer door. Voor degene die nu pas inhaken. Ik bespreek hier het requisitoor dat uitgesproken is in de strafzaak tegen de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. 30 april 1999 in de nacht, 1 mei. Koninginnedag, Koninginnennacht. Zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank Leeuwarden. En het requisitoor dat is opgetekend, tenminste als dit het echte is, want dat is maar de vraag. Het is een best heel raar requisitoor. En dat is opgetekend. Even naar beneden scrollen. Door deze manier. Zeggen ze dan, hè? Henk J. Maus. Ik was gebleven bij pagina 39. Even terug, hoor. Even scrollen. De vorige pagina's die kan je beluisteren op de eerdere uitzendingen. Ik heb hier voor mij het origineel gewoon, wat ik ingescand heb hier. We hebben het hier over een opsomming van op basis van door technisch onderzoek vastgestelde feiten te weten. En een van die op basis van door technisch onderzoek vastgestelde feiten is dat, en nu ga ik gewoon eventjes inzoomen, dat gelet op dit DNA-profiel al deze sporen onderling volledig met elkaar matchen. Dat geen biologische sporen zijn aangetroffen van een mannelijk persoon welke niet matchen met de benoemde 12-12 biologische sporen. Oh ja, joh. Gelet op dit DNA-profiel. Welk DNA-profiel? Het autosomale, het mitochondriale, het Y-chromosoom. En alles matcht met elkaar. En er zijn geen, en nu hebben we het wel over biologische sporen van een mannelijk persoon, welke niet matchen met de benoemde 12 biologische sporen, waarvan ik net verteld heb. Dit zijn er 5. En dit zijn er 2. Wie wordt er hier voor de gek gehouden? Jullie of ik? En in combinatie en samenhang met andere feiten en omstandigheden. En hier staat een spatie foutief. Dit is een categorie Nederlands les. Maar een dubbele punt doe je direct achter het karakter. Dat de plaats delict in het weiland aan de Keningswei nabij Veenklooster de plek moet zijn geweest waar Marianne om het leven is gebracht. Ja, natuurlijk. Want in dat weiland is helemaal geen bloed gevonden. En ook de tampon, waarvan haar moeder dus dacht, ja, die moet toch ook ergens zijn? Want ze was toen toch ongesteld. Die lag daar ook niet in dat weiland.
Nou, dan moet slachtoffer daar wel om het leven zijn gebracht. Dat dit ook de plek moet zijn geweest van de... En nu heb ik even geen zin om dat woord uit te spreken. Slachtoffer. Want het gaat er natuurlijk helemaal eigenlijk niet om. Want wat ik nu aanwijs, dat had slachtoffer overleefd. En dan was ze nog bij ons. Het is wel kut, maar dan was ze in ieder geval niet dood. En daar staat de auteur van dit stuk, naar mijn mening, niet lang genoeg bij stil. En dat de dader van de verkrachting ook de dader van de vermoord, van de vermoording, zeg het bijna, ik word hier echt heel droevig van mensen. Maar het is weer een herhaling van wat hij eerder zei. En nu zegt hij dan ook, kunnen de aangetroffen biologische sporen slechts afkomstig zijn van één en dezelfde mannelijk persoon en derhalve aangemerkt worden als een... Heb je ooit Peter R. de Vries horen zeggen dit woord? 100% daderspoor. Je wordt gewoon aangewezen als dader en dan ben je de lul. Dat heet inquisitie. Inquisitierechtspraak. Politieke rechtspraak. Daarom willen we ook een scheiding van macht. En dat gebeurt hier niet. En als je me niet gelooft, dan kan je gewoon nu de YouTube uitzetten en dan ga je maar naar Wolter Feit. Dan ga je daar maar even luisteren. Dan krijg je tenminste de Bijbelles. En als je er geen zin in hebt, want ik zal je niet lastigvallen met al te veel Bijbelteksten, dan blijf je gewoon even bij mij. We zitten op pagina 20 en we moeten nog tot pagina 51. Effing. En de smerigste details, die komen nog. We hebben een nieuwe paragraaf en die heet grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Ik zal even de cursor bijstellen. De Friese Walden zijn vanuit sociaal-geografisch oogpunt bekeken geschikt voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Vanwege de lage verhuismobiliteit en sterke hechting aan het gebied. De kans dat familieleden in dit gebied blijven wonen is gemiddeld hoger dan ergens in Nederland.
Er zijn in Nederland waarschijnlijk een aantal gebieden aangewezen die vanuit sociaal-geografisch oogpunt bekeken geschikt zijn voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek, waaronder een stukje van Friesland. Misschien ook wel een stukje van Gelderland. Een stukje van de Achterhoek. Het zijn juist die gebieden waar mensen hechten aan hun eigen grond en hun eigen familie, die zijn geschikt voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Ik wil niemand de stuipen op het lijf jagen of zo. En dan zeggen ze ook nog, de kans dat familieleden in dit gebied blijven wonen is gemiddeld hoger dan ergens anders in Nederland. Hiermee pretenderen ze dat de Friese Walden met name geschikt zijn voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uiteindelijk naar wat? Maar uiteindelijk is een groep mannen geselecteerd van in totaal 8080 die op 01 mei 1999 minimaal 16 jaar en maximaal 60 jaar oud waren en binnen een nader bepaalde cirkel van 5 kilometer van het plaatsdelict stonden ingeschreven. Ik wil nu graag het woord aan het publiek geven, dat ze mij even gaan vertellen wat de is een nader bepaalde cirkel van 5 kilometer. Kan ik dat ergens opzoeken in de Vandalen of zo? Even links kijken. Ja, want hier zit nog een. Hier staat: er is een groep mannen geselecteerd. En dat is mooi. Henk Maus heeft het dus gecontroleerd. Al die mannen, die waren echt binnen een nader bepaalde cirkel van 5 kilometer van het plaatsdelict ingeschreven. Dat is liegerij dit. En ik heb nog harde schijfruimte. Dus ik ga nog eventjes lekker door. Met jullie allemaal de les te lezen. Want dit hadden jullie zelf kunnen lezen. En kunnen begrijpen. Voor hem geen uitweg meer open stond. Ik neem aan dat het over verdachten gaat, hè? Het feit dat de verdachte uiteindelijk zelf en vrijwillig zijn DNA heeft afgestaan, is hier het bewijs van. Nou, nu kunnen we even lachen. Dus het kan dus. Henk Maus had het ook voor mogelijk gehouden dat de verdachte. Dat iemand anders zijn DNA. Het DNA, dus zijn DNA van de verdachte. Niet door hemzelf. Want hij zet er nog een streepje onder om duidelijk te maken dat het echt opmerkelijk is dat in het geval van Jasper Steringa, dat hij het zelf
vrijwillig heeft gedaan. En dan zegt hij, ik kom daarop terug bij het informed consent. En hier mag je dus echt in je broek gaan schijten van de angst, want dit is nou precies wat we niet willen. Want wat is informed consent? Als ik je geen angst aanjaag, dan zou ik maar eens even naar Jordan Maxwell gaan luisteren. Die praat wellicht Engels en dan moet je even doorheen bijten. Maar die kan je het vertellen. Informed consent. Dat houdt in dat er een consensus wordt afgesproken in een senaat. En daar wordt gepubliceerd. En dan ben je ervan op de hoogte dat het zo is. Dus dat betekent, er is een clubje, dat noemen we achterkamertjesoverleg. Rijke jongens die niks te doen hebben. En die maken een afspraak. Dat publiceren ze. En wij zijn de lul. Ik wil niemand angst aanjagen of wat dan ook. Het gaat alleen maar om informeren. We zitten al 2000 jaar in deze baggerzooi. Dus we zullen het nog wel 100 jaar volhouden. Er is geen reden voor paniek. Geen reden voor paniek. En we zijn nog maar op pagina 21. Door de rechtercommissaris is machtiging gegeven tot toepassing van het sinds 01 april 2012 geldende artikel 151DA, hoofdletter S, kleine v, zodat een DNA-verwantschapsonderzoek kon worden gehouden met het DNA-profiel in de Nederlandse DNA-databank. Op dat moment 142.120 personen, dubbele punt, verdachten, comma, veroordeelden en overleden slachtoffers, haakje sluiten, comma, nee, punt. Oké, de zin is klaar. Man, hebben jullie meegelezen? Heb je al gezien wat hier niet helemaal in klopt? Wat mij opviel, is deze term. Overleden slachtoffers. Je hebt slachtoffers, natuurlijk, hè, die eerste, dat zijn dus verdachten. Veroordeelde. Je weet niet eens of dat daders zijn natuurlijk, maar die zijn veroordeeld. En overleden slachtoffers. Ik heb het eerder gehad over dodenverering. En dit is dat. Je mag er even over nadenken. Wat heb je aan het DNA van iemand die dood is? Om bij het begin te beginnen van 1, 2, 3, 4, 5. Check, 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 check. Wat heb je aan het DNA van een overleden slachtoffer?
Ik geef jullie even de tijd om na te denken. Het onderzoek naar verwanten bleef zonder resultaat. Nou, ik geef een link zeggen. Ik heb hier geschreven. Ze konden geen verwanten van Jasper Steringa. Het is aantekeningen van mij, het is niet officiële tekst. Van verdachte. Ze konden geen verwanten van verdachte vinden in de DNA-databank. Is dat logisch? Was dat te verwachten? Een boer uit Oud-Woude met twee kinderen? En misschien had hij niet zo goed huwelijk en misschien... Ja, ze zijn gescheiden, maar hoe kwam dat eigenlijk? Daar weet ik allemaal niks van. En die mensen, die hadden dan familieleden, verwanten in de DNA-databank moeten hebben. Oh, ja joh. Kijk, van mij mag iedereen zijn centje krijgen. Iedereen mag zijn natje en zijn droogje krijgen. En een officier van justitie mag best een muntje meer hebben. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar je moet wel je werk doen. En ik snap echt niet waarom dit aantal van 142.120... in bold staat. En waar is daar de bronvermelding van? Op dat moment was dat 1 april 2012. Oh, ja, joh. Het onderzoek naar verwanten bleef zonder resultaat, hebben we gehad. Een logische vervolgstap was het verrichten van een grootschalig verwantschapsonderzoek in de omgeving van de plaats delict. Nou, we hebben het gehad over dat grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek wat Hilbrand Nawijn dan al die tijd al wilde, maar justitie die weigerde dat op ongeldige gronden. En nu is het DNA-verwantschapsonderzoek een logische vervolgstap. Begrijpt u hem al? De rechtercommissaris heeft machtiging verleend op 24 augustus 2012 op mijn vordering voor uitvoering van een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dus dat is de vordering door Henk J. Maus. Neem ik aan. Vooraf is door het college van PG's toestemming verleend na positief advies van de Centrale Toetsingscommissie, CTC. Nou, PG, dat is een afkorting voor procureur-generaal. En ik, als leek, weet natuurlijk niet wat dat is. En de mensen in de zaal ook niet. En de Centrale Toetsingscommissie, dat je die af kan korten tot CTC. En dat doe je alleen maar als je die term herhaalt in de volgende pagina's. En dat doet Henk Maus niet.
Ik lees even door. Aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en voor het nalopen van alle criteria wil ik volstaan met het verwijzen naar de processen verbaal aanvraag tot het verkrijgen van de machtiging. Ik weet echt niet wat hier staat. Aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en voor het nalopen van alle criteria wil ik volstaan met het verwijzen naar de processen verbaal aanvraag tot verkrijging van de machtiging. Ik kan bijna een prijsvraag uitschrijven voor iemand die mij kan vertellen wat in deze zin op pagina 21 op de ene laatste alinea eerste zin staat. Ik bedoel deze zin. En dan krijgen we dus hier weer blatant liegen. In your face. Een samenvatting hiervan is verwoord in het procesverbaal van Relaas, dat door zijn logische en structurele opbouw uw rechtbank op duidelijke en heldere wijze door het gehele dossier leidt van uiteindelijk 4 haakje openen, VIER haakje sluiten, ordners. Dus het waren, je had in totaal bijna 600 ordners. Maar 596 daarvan, die zijn niet echt op een duidelijke en heldere wijze, maar die 4 wel. En welke 4 zijn dat dan? Voor de volledigheid wil ik erop wijzen, dat de stukken zoals ingediend bij de CTC, het door hen opgemaakte advies en de volledige toestemming van het college van PG's door de HR beschouwd worden als interne stukken die niet... We gaan dus door... We hebben hier al 3 zinnen. We weten al dat we hier gewoon... Smoke and Mirrors heet het. Hier staat een hele lelijke spatie. Daar heb ik het eerder over gehad. Dit vind ik zelf de allerlelijkste spatie die je maar kan maken. Van spatie, komma. Dat doe je niet. Laat maar doorgaan. Relevant zijn voor de door de strafrechter te nemen beslissingen en om die reden niet zijn toegevoegd in het procesdossier, punt. En dan komt een bronvermelding. En dat is HR, datumdinges, NJ 2000, 502, haakje sluiten. Ik zou echt niet weten waar dat naar verwijst. Ik vond pagina 437... vond ik al een ingewikkelde bronvermelding, omdat ik niet wist in welk Oude Testament dat dan stond. Maar deze bronvermelding, die nokte mij echt van mijn sokken af. En dit is geschreven door een officier van justitie in functie. Of het is een hoax. Maar ook in het laatste geval is het schandalig.
Want we hebben het wel over Marianne Vaatstra. Die er niet meer is. Ik lees even door. De wetgeving is geheel nieuw. Ja, welke wetgeving eigenlijk? Dat je mensen zomaar op basis van... Hoppakee, weg ermee. En kent geen precedent. Zodat veel zaken opnieuw uitgedacht moesten worden. Ja, moesten of moeten. Veel aandacht is besteed aan het informed consent. En als je dan wil weten wat informed consent is... Ja, dan wordt het nu uitgelegd. Het informed consent is namelijk een eis die de minister van Justitie duidelijk stelt in de... die memorie van toelichting bij de wet. Dat wil zoveel zeggen dat degene die gevraagd wordt vrijwillig zijn DNA af te staan, zodanig geïnformeerd dient te zijn dat hij die toestemming ook bewust kan verlenen en op de hoogte is van de consequenties. Ik zal dit nog nader toelichten. Ja, inderdaad. Want als ze maar een stickertje veranderen, dus je hebt je DNA afgegeven en een of andere lullo, die komt om 3:00 s'nachts, komt hij met informed consent even langs en hij stopt er een andere sticker op, dan ben jij de lul. You get me. Jij of je kinderen. Uiteindelijk is op 29 september 2012 het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek van start gegaan. En dat liep van 11 oktober 2012. En in die periode is van 6.746 mannen vrijwillig DNA afgenomen. Even kijken wat ik links geef. Ja, even naar, hier is nog een tautologie. De wetgeving is geheel nieuw en kent geen precedent. Dat is een tautologie. En verwantschapsonderzoek. Ja, precies. Hier had gewoon een breakje kunnen staan. Had iedereen goed kunnen lezen. En nu zit er een heel leeg stukje hier. Iemand met een beetje gevoel voor... En die 6.746 mannen, eerder werd gesproken over 8.080 mannen, toch? Door het aantal mannen, dat duizelt je gewoon. Nog heel veel mannen die allemaal geweest zijn. In een persoonlijke uitnodigingsbrief, AD25... Ik neem aan dat hier bedoeld wordt Algemeen Dagblad. Editie 25. Maar dat is een dagblad. Nee, kortom, ik maak een grapje. Maar dit is dus geen literatuurverwijzing. En dat die bold staat, slaat nergens op. Dus die persoonlijke uitnodigingsbrief, dat moet ergens opgeslagen zijn. Op een beetje duidelijke manier. En meestal zeggen we dan, hebben we gewoon een notenapparaat. En dan doe je gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan nummer je dat gewoon. En aan het einde van de rit heb je dan per nummertje, zeg je netjes,
het gaat om dit en dat en dat. Een getuigenverklaring van die en die en die. Minuut 3.20 tot en met 3.50 of zo. Dat je gewoon precies aangeeft waar het om gaat. En dit is heel makkelijk, want dit is een persoonlijke uitnodigingsbrief. Je had gewoon als pdfje erbij kunnen zetten. Is een voorbeeld van een later in te vullen informed consent met uitleg verstuurd. Nou, we hebben net begrepen dat consent erom ging dat je van tevoren uitgelegd was. Dus je krijgt bij informed consent, je krijgt van tevoren gewoon per post een mededeling van ga jij eens eventjes je DNA afstaan? En dan zeg jij okidoki. Daarbij was verder een zorgvuldig samengestelde informatiebrochure. En dan, en wat had hij? Ja, waarom was die informatiebrochure zo zorgvuldig samengesteld? Nou, dat komt. Die had alle ins en outs rondom verwantschapsonderzoek, zowel technisch als algemeen. Hier wordt gesproken van verwantschapsonderzoek. En ik meen mij toch echt te herinneren dat we eerder spraken van DNA-verwantschapsonderzoek. En wat is technisch versus algemeen? Dit is alleen maar een mededeling van de overheid, van beste burgers. Als wij een hekel hebben aan sommigen van jullie, dan komen we eraan. Dan pakken we jullie. Wat maar we willen. En als je ons niet in de weg zit, nou, laten we jullie ook met rust. Maar tenzij we een slachtoffer nodig hebben, à la Jasper Stieringa. Want die was wel handig. Op het informed consent staat dat de ondertekenaar weet wat de gevolgen zijn en dat hij begrijpt dat door vrijwillig celmateriaal af te staan, hij ervoor kan zorgen dat tegen hem of tegen een familielid een verdenking van een strafbaar feit kan ontstaan. Gewezen wordt op het verschoningsrecht en alle andere eisen die wij aanwezig achten in de kamerstukken en het artikel 151 DA hoofdletter S kleine v. De verdachte heeft later verklaard dat hij het informed consent helemaal heeft gelezen. Hij heeft begrepen dat dit een verdenking tegen hemzelf kon opleveren. Tegen hem staat Bolt. Waarom eigenlijk? Ik wil niet zeuren, maar waarom? De volgende pagina. We zitten nu op pagina. We zijn echt nog helemaal niet ver. Hè? Pas op 23. Dus voor wie nu nog luistert, dat is echt een diehard. En ik heb respect voor jullie. De bijlage PD1. Dat kan dus niet. Want we hebben het altijd over een notenapparaat. En dat doe je uniform. En dit is niet uniform. De bijlage PD1 bevat de door verdachte ondertekende informed consent voorzien van de datum 08/10/2012. En zijn geschreven naam
met op de achterkant een kopie van zijn rijbewijs met gelijkende pasfoto en handtekening. Wat hier gezegd wordt, is dat er een contract opgesteld. Dat is voorzien van een datum. En de naam van verdachte die die hand geschreven heeft. En op de achterkant een kopie van zijn rijbewijs met gelijkende pasfoto en handtekening. Nou, dat vindt Henk J. Maus dus echt gewoon geweldig om even door te geven. Dat is gewoon gecontroleerd, man. Een kopie van zijn rijbewijs met gelijkende pasfoto. Ik verplaats me nog eventjes in de positie van een van de ouders van slachtoffer. En dat ik op de hoogte gebracht word dat er op de achterkant van een of ander contract een kopie is van rijbewijs van verdachte met gelijkende foto en handtekening. Dat zegt mij niks. Of ben ik nou gek? En wij accepteren dit soort taalgebruik van dag tot dag. En dat zouden we niet moeten doen. Ik wil zo dadelijk deze uitzending afsluiten met een parabel uit Afrika. Want mij wordt wel eens verweten, en dat is helemaal niet terecht hoor, dat ik racist ben of zo. Dat ben ik helemaal niet. Ik heb respect voor mensen die verstandig zijn. En dat verstandig zijn te maken heeft met open-minded zijn. En dat het daarmee doet denken aan blank zijn. Ja, dat wel. Maar iemand die zo zwart is als een nacht, die kan ook blank zijn. Ja. Daar komen we nog even op terug. Want als Henk Maus het zout in de wonden mag wrijven, dan mag ik jullie ook wat aandoen. Want je hebt wel wat vergeten. Schaam je diep. Ik ga even lekker door. Tevens is hierop het nummer te zien van het identiteitszegel, zoals dat ook geplakt is op het doosje met zijn DNA-profiel. Dan krijgen we nu hoofdletters RAAW7. 3 keer 2 NL. Afgestaan in column op maandag. En dan een foute datumvermelding. Daar staat 8 oktober 2012. Oh, nu weten we het eigenlijk. Wanneer hij tot inzicht kwam. En het is niet afgestaan in column. Maar volgens mij afgestaan te column. En ik zou ook graag willen weten, politiepost of zo? Was dat bij de vroedvrouw? En hier wordt de scam verklapt.
En dan moet je hem goed kunnen lezen. En niet bang worden, alleen maar nieuwsgierig. Tevens is hierop het nummer te zien van het identiteitszegel, zoals dat ook, hoor je dat, ook geplakt is op het doosje met zijn DNA-profiel. Lalala. Afgestaan, taalfout, rommelige datavermelding. En hier zie je de hele DNA-scam in your face. Dan mag ik jullie eventjes wijzen op waar deze term naar verwijst. Het is gewoon een horror movie. Ja. Wat is dat? Het doosje met zijn DNA-profiel. Met dat identiteitszegel. Middels de NGM Analyse Kit is op woensdag 14 november 2012 vastgesteld dat DNA-profiel, en dan moet ik even teruglezen, is het wel hetzelfde? Zullen we even controleren met z'n allen? RAA, op NL, en dan hier, is het wel hetzelfde? Ik denk dat deze twee corresponderen. RAA, W, 7, 3 keer 2 en L. Ik denk dat het hetzelfde profiel is. Op woensdag 14 november. En daar stond gewoon 8 november, toch? En dit was een woensdag. En dit was een maandag. Klopt dat wel? Moet ik zelf even narekenen. Het woensdag 14 was. Het dinsdag 13. Maandag is dan 11. 11 min 7. Oh, maar dit is november. Oh, wacht eventjes. En dit is natuurlijk oktober. Ja, nee, dat zou het kunnen. Nou, dit was een maandag en dit was een woensdag. Ik heb echt zin om een Bijbeltekst tevoorschijn te trekken. Om jullie nog een kans te geven. Volledig matcht met het autosomale profiel verkregen uit het bloed op de jas van slachtoffer. Lalalala uit de lalalala. En op de lalalala ziet. En dit is dus weer geen bronvermelding. Ben ik echt de enige die hiervan schrikt? Dat dit in bold staat? En dit ook, en dat ook. Dat hier gewoon een boer uit Oud-Wouden voor 18 jaar de bak in gaat. Terwijl die familie daar geen reet mee opschiet. Want die zijn een dochter kwijt. Zeker hun zus. Schande over Nederland. Dat dit ooit geaccepteerd is. Hoe
heeft dit zo uit de hand kunnen lopen? Het is mijn effing schuld niet. Na aanhouding van de verdachte op 18 november 2012 is een bevel DNA-afname door mij gegeven. In aanwezigheid van de raadsman De Boer en wangslijm afgenomen door een arts. Nou, kom op. En wangslijm afgenomen door een arts. Mooi man. In aanwezigheid van raadsman De Boer. En zullen jullie, zien jullie het ook staan? Hier staan twee spaties. Daar heeft hij zitten rommelen. Even kijken wat er nou precies staat. Na aanhouding van de verdachte heb ik bevel gegeven tot afname. Even kijken hoor. Na aanhouding, lees met me mee. Laat mij niet al het denkwerk doen. Klojo's. Na aanhouding is door mij een bevel DNA-afname gegeven en wangslijm afgenomen door een arts. En dat alles in aanwezigheid van de raadsman De Boer met een dubbele spatie. Voel je hem hangen, mensen? Dit requisitoor is uit 2013. Ik ben geen conspiracy theorist of zo, hè? Maar dit klopt niet. Dan pakken we deze. Even kijken wat tautologisch behoort. Nou, doe even zo, ja? Want dit woord heb ik jullie uitgelegd, hè? Tautologisch. Wake up. Het later bepaalde DNA-profiel onder nummer RAAS2941NL matcht met het vrijwillig afgestane DNA-profiel en de sporen bij Marie, bij Fok. Ik zei bijna weer haar voornaam. Bij slachtoffer aangetroffen. Ik ga eventjes. Maar jullie snappen wel dat hier iets aan de hand is, hè? Dit versus dit. Denk er maar even over na. Want het is belangrijker dat jullie erover nadenken dan dat ik erover nadenk. Want ik snap wel wat hier aan de hand is. Maar nu jullie nog. En jullie Nederlanders, jullie hebben de beste taal ter wereld. Je hebt van het lulligste stukje Europa eigenlijk iets heel moois gemaakt. En nu de rest nog.
Maar ik kan je wel vertellen dat als wij Nederlanders deze taal accepteren, dan zijn wij verdoemd. Ik lees lekker door, want anders wordt het nooit niet wat. Voor wie nog met me mee kan. We zijn pas op pagina 23 van deze drek. Vervolgens is de bepaling van de verzamelde I-STR profielen door het NFI stopgezet, waardoor uiteindelijk een totaal is bepaald van 3.969 ISTR profielen, punt comma, 32 autosomale profielen en 6 mitochondriale profielen. Nou, de getallen die staan hier allemaal in bold. Ja. En we zijn dus niet in de chatroom, want we zijn namelijk bezig iets voor te lezen in de rechtszaal. Wat iedereen kan horen. Ja. En wat houdt het allemaal in? ISTR-profielen, want die waren niet uniek. 32 autosomale profielen, ja, dat is uniek, tenminste, hè, tot op zekere hoogte natuurlijk. Hè? Want je hebt uitzonderingen. Denk aan de kwantummechanica, die zich heus kan manifesteren op een hoger niveau. En 6 mitochondriale profielen. Nou, mitochondriale profielen, net als die eisterprofielen, die zijn niet uniek. Ze hadden 32 unieke profielen dus. En waarom al die andere getallen? Met al die termen. Denk daarover na. Als je Nederlands kent en kan. Dit is geen goed nieuws. Ik lees dit niet op voor de katse kut. We zijn op het einde van pagina 23. En ik wil graag iedereen die nog een hart kloppend heeft vragen om dit gewoon uit te luisteren. Al was het alleen maar uit respect voor de familie Vaatstra. Want die hebben dit moeten aanhoren. De vernietiging van alle DNA-profielen en het biologisch materiaal, met uitzondering van dat van de verdachte, is voortvarend ter hand genomen en een ieder die meegedaan heeft, is een brief gestuurd dat hun afgestaande materiaal ook is vernietigd per 14 december 2012. Oh, joh. Ze hebben dus 6.746 DNA-monsters of biologische monsters profielen vernietigd. Ah.
Waarom eigenlijk? Die mensen hadden toch niks gedaan? Wat is er mis met als je niks gedaan hebt, dat je DNA-profiel ergens staat? Dat is gewoon een nummer. Je nummer van die tijd. You get? Goed begrijpen wat je DNA is. Jullie moeten niet alleen op metafysica les. Jullie moeten niet alleen op logica les. Jullie moeten ook op biologie les. En daarna moet je de Bijbel gaan lezen. En dan snap je hem ook. Of je doet het simpel. Dan ga je eerst de Bijbel lezen. Dan weet je alles in één keer. En ik kan het weten. Want ik heb de Bijbel gelezen. Nou, dit is een herhaling, deze zin. Dan kan je het terugzoeken. Omdat hem geen uitweg meer open stond. Dat heeft hij eerder gezegd. Gedwongen. Eerst heeft hij ook gezegd van gedwongen tussen quotejes. Hij is gewoon een pagina vullen, want hij moet zoveel pagina's maken. Want Jasper Steringa moet volgens de mening van degene die dit stuk geschreven heeft, de bak in. Als de verdachte niet had meegedaan, zou hij dan zijn getraceerd? Het antwoord is ja. Zou hij dan zijn getraceerd? Ja. Precies. We hadden hem gepakt via zijn familie. Snap je? You get it? Het autosomale DNA, dat is enigszins uniek, maar niet uniek. Het ISTR, wat het ook maar is, of het mitochondriaal, dat is niet uniek. Dat is een beetje bepalend. Of anders gezegd, als jij een tweelingbroer hebt die een eikel is en die helemaal losgeslagen is, dan kan jij net zo goed hangen. Maar ook als het je achterneef is. You get? Ze pakken je als ze je willen pakken. En dat heet inquisitie. En daar hebben wij al 2000 jaar lang last van. Hier in Europa. Verklaringen verdachte. Is een afkorting. Hè? Verklaringen van de verdachte. Of verklaringen. Want verklaringen van getuigen, ja, die staan er helemaal niet in natuurlijk. Stel je voor maar. De verklaring van de gedachte, nou, na zich eerst op zijn zwijgrecht te hebben beroepen, heeft de verdachte uitgebreid zijn verhaal gedaan. Kijk, dat is mooi. En wat heeft hij dan gezegd? Nou, deze verhoren zijn allemaal audiovisueel geregistreerd. En hier staat, hier gaan we even inzoomen, dit wordt echt lachen mensen. Hier staat echt, sorry hoor, kijk, ja, kunnen jullie het allemaal zien? Hier staat, muf. Dat kan toch helemaal niet zijn, kom op. Wat hier bedoeld wordt, is de afkorting met uitzondering van.
Maar een afkorting, dat doen we altijd met een puntje. En een muf, met uitzondering van, dan doen we één puntje. Want M, punt, U, punt, V, punt vinden we lelijk. Dus muf is één puntje, dacht ik. Maar muf zonder puntje, dat kan echt niet. En dit kan dus ook weer niet, want het had gewoon twee voeten staan. Oh jee, wat is het lelijk. De eerste twee verhoren gedaan in bijzijn van zijn raadsman. Wacht eventjes, even terug hoor. En van zijn raadsman Vlug. Ja, of zijn Friestalige collega Huisman. Alle verklaringen zijn vrijwel woordelijk uitgewerkt, waarbij de raadsman en verdachte enkele dagen kregen om de verklaring te checken. Dat is geen Nederlands, hè? Dat hebben we al eerder gehad. Dat is controleren op onjuistheden. Ja, dat mag je wel verwachten. Hè? Zeker als de... Die zijn voor zover noodzakelijk verwerkt, waarna de verklaringen zijn ondertekend. Dit is een hele belangrijke, die ze altijd gebruiken, dat je je handtekening zet. Want dan heb je het echt gezegd. Ik maak het gewoon ondertekend. Ik wil jullie geen angst aanjagen. Maar ik doe het wel. Want je kan ondertekenen. En ik kan ook ondertekenen. En dan hang ik. Dus als je... Ik heb een huwelijkscontract ondertekend. Nou, dat heb ik geweten. Dat moet je vooral doen hier in Nederland. Het stomste wat je kan doen. Dan hang je. En hij... Henk Maus, of wie dat ook maar geschreven heeft, weet je, ondertekend. Vanuit formeel juridisch oogpunt bekeken staat niets in de weg de verklaringen in zijn geheel en volledig te gebruiken voor het bewijs van de strafbare feiten. Ik ga even kijken wat ik daar links van geschreven heb. Okay. Ik pak even mijn origineel erbij. We zitten op pagina... Oh, 24. Dat scheelt weer. Ja, vanuit formeel. En nu moet hij... Okay. Ja, nou weet ik hem weer. Hier gaat die pijl naartoe. Dus Henk Maus zegt, vanuit formeel juridisch oogpunt bekeken, staat niets in de weg. Vanuit andere standpunten, dus kennelijk wel. Want er is niet zoiets als een formeel juridisch standpunt. Rechtspraak is een methode. Net als wetenschap. En je kan niet zeggen, ik ben wetenschapper, dus ik heb altijd gelijk. En je kan ook niet zeggen, het is formeel juridisch, dus is het goed. You get me. Anders ga je er echt aan, jongen. Als je dit niet begrijpt, wat voor een bagger dit is. En als je niet begrijpt dat je deze film tot aan het einde uit moet kijken. Jordambo.
denk Romeinen 20, 19. Ik bedoel het persoonlijk. Ik heb hier nog een opmerking. Ik vind het in ieder geval opmerkelijk dat de verdachte zich vrijwel niets weet te herinneren van reacties of uitlatingen van slachtoffer en zeer selectief is in zijn. Gaat de volgende pagina verder, maar we gaan even lekker terug even op mijn origineel kijken. Lees jullie even deze zin door. Begrijp wat Henk Maus hier wil vertellen. En mijn opmerking hier is, wat Henk Maus hier zegt, ik vind, dat gaat over Henk Maus, hè? De zogenaamde auteur. Ja? Ik vind het in ieder geval opmerkelijk. Hij vindt het opmerkelijk. Iets opmerkelijk vinden is een, dat noemen we een gevoel of een emotie. Begrijpen jullie dat dit is geen rechtspraak? Hier gaat een man de bak in en dat is gebeurd in 2013. Op basis van, moet ik het uitvergroten voor jullie? Op basis van onder andere snappen jullie het? Begrijpen jullie dat Europa is al 2000 jaar onder een juk gebracht? En we zitten nog steeds met de inquisitie. En er zijn allemaal mensen en die maar in de ronde. En als er dan wat fout gaat, dan zijn we niet alleen een kind van ons kwijt. Nee, ze pakken ook nog iemand uit de omgeving. En dan denken wij, mojo, dat is allemaal weer opgelost. En ik wil ook niet dat dit zo is. Snap je niet? Pauze.